Das war ein großes Belang, dass wir als Volk uns realisieren, dass wir einen Beitrag zu liefern haben, auch was die Offers angeht, die nodig sind, um die Regierung Ademruimte zu geben. Auch moeten wir in de Gaten houden, dass wir einen aftretenden Präsident haben, die lenen naar bepaalde organisaties en instanties in het land heeft. Onder andere het Nationaal Leger en andere instituten van de overheid. Hij heeft zelf een keer gezegd dat hij een man is die zeer geïnteresseerd is in het uitoefenen van invloed. Misschien meer zelfs dan functies en ambten. Maar in elk geval is mijn ervaring geweest dat wanneer men goed en duidelijk uitgaat van de positie van de president als opperbevelhebber van het leger en verder probeert de structuren die in het leger aanwezig zijn en opgeld doen om die structuren ook te respecteren, dat men vanuit het leger ook weer respect zal krijgen en de nodige medewerking. We zijn in een situatie waar we natuurlijk blij zijn dat we niet nog vijf van wat nu aftreedt erbij krijgen. Maar we weten natuurlijk dat het niet zo is dat de partij van de aftredende president tot nul gereduceerd is. De heer Wouters die gaat echt niet zich geheel terugtrekken. U heeft hem horen zeggen van hij ziet mogelijkheden om deze mannen, of hoe hij ze noemde, te ondersteunen. En we hebben gisteren ook nog een parlementariër gehoord van de partij van de gekozen president, die zich zorgen maakt over invloeden die toch nog vanuit de partij van de aftredende president op bepaalde functionarissen in de nieuwe setting zouden kunnen worden uitgeoefend. Dus ik denk dat alertheid geboden is. In elk geval formeel is er een einde aan die periode. En het is van het grootste belang om dat ook tot een feitelijk einde te brengen.